Bij een ongeval op de Hagendoornseweg in Veldhoven is zaterdagavond een fietser zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd kort voor 11 uur op de kruising met de Christiaansdreef geschept door een auto. De man liep daarbij zeer ernstig letsel op en moest worden gereanimeerd. Gezien de schade aan de auto moet de impact van de aanrijding enorm zijn geweest. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. En de man is met spoed in een uiterst kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend en de politie is begonnen met een onderzoek.